Het is vandaag zwaar bewolkt. Daarom maken we een excursie naar Hallstatt. Het stadje ligt ingeklemd tussen de Hallstattersee en het Dachsteingebergte. Hallstatt is vooral bekend van zijn vroegere zoutmijnen. Na de lunch gaan we een route over de Postalm rijden. Als je links beneden kijkt waar we wegkomen, dan zijn we toch al een aardig stukje gestegen, hè? De Postalm was vroeger een groot bosgebied, maar alle bomen zijn gekapt om als brandstof voor de zoutwinning te dienen. We sluiten ons verblijf in het Salzkammergut af met een rondvaart op de Attersee. We vertrekken vanuit Attersee. Als we aan boord zijn, zien we hoeveel belangstelling er is voor een rondvaart.
Bij Noesdorf leggen we kort aan. De volgende stop is het meest zuidelijke punt, Weissenbach, waar veel passagiers van plaats verwisselen. Daarna varen we langs de oostelijke oever naar het noorden. En keren terug naar de Attersee. Op de terugreis maken we nog een uitstapje naar Passau. We parkeren de bus aan de oevers van de Donau. Ik ga u heel veel vertellen, maar we doen het rustig aan. Ik hoor dat we eindigen eigenlijk weer bij de Dom, de kathedraal, want op de kleine buurt gaat. En krijgen een rondleiding door de oude binnenstad. Waar de nodige bijzonderheden over de gebouwen wordt verteld. We gaan in een restaurant bij het Domplein lunchen. En wandelen daarna rustig terug naar de Donaukade.